In deze video de afstand van een punt tot een lijn. Nou, we gaan twee voorbeelden doen. Hier staat de eerste en op de volgende bladzijde nog een voorbeeld. En ik begin met het volgende. Weet je nog, voor de lijnen K en L en de richtingscoëfficiënt van beide lijnen is niet nul, geldt dat als je die richtingscoëfficiënten met elkaar gaat vermenigvuldigen en de uitkomst is min 1, dan staan die lijnen loodrecht op elkaar. Dus ze maken een hoek van 90 graden. En maken die lijnen een hoek van 90 graden, dan is het ook zo dat de richtingscoëfficiënten van die lijnen, als je die met elkaar gaat vermenigvuldigen, dan is de uitkomst min 1. Nou, heb je bijvoorbeeld de lijn K, en laten we zeggen dat is AX plus BI is C, en B is niet gelijk aan 0, dan kan ik berekenen wat de richtingscoëfficiënt is van lijn K. Want je brengt die AX breng je naar de rechterkant, dan staat er min AX. En als je dan links en rechts gaat delen door die B, dan is dit je richtingscoëfficiënt. En heb je nou lijn L, en daar gaan we van maken, gaan we even slim doen, dan gaan we ervan maken BX min AI. Ja. En dan moet die A niet gelijk zijn aan 0. En dan kan ik de richtingscoëfficiënt berekenen van lijn L. Want je brengt die bx naar de rechterkant toe. Dan heb je min bx. En als je dan links en rechts deelt door min a. Nou, min en min is dan weer plus. Dan krijg je b gedeeld door a. En je voelt hem al een beetje aankomen. Dat als je die richtingscoëfficiënten met elkaar gaat vermenigvuldigen. Dan krijg je min 1. Oké, de theorie. Dan moet je even handig. Dus heb je K, dan kun je L dusdanig schrijven dat die richtingscoëfficiënten, als je die met elkaar gaat vermenigvuldigen, dat het min 1 oplevert. Dan moet je even een beetje handigheid in krijgen. Dus heb je bijvoorbeeld de lijn M, en dat is 2x plus 3i is 7. En ik ga gebruik maken van de theorie. En ik wil dat die lijnen loodrecht op elkaar staan. Dan wordt die B. Ja, dan krijg ik dus een 3x en ik krijg min 2i. En dat getal wat aan de rechterkant van het gelijkteken staat, maakt niet zo heel veel uit. Maar wat ik wel weet, die lijnen staan loodrecht op elkaar. Nou, eerst even een voorbeeld. Lijn K gaat door het punt A en staat loodrecht op lijn L. Stel van K een vergelijking op van de vorm AX plus BI is C. Nou, als ze loodrecht op elkaar staan, dan kan ik gebruik maken van die theorie. Want ik weet van lijn K, dan moet ik even kijken, 4X min 3I, dat is sowieso. Maar ik weet niet wat er aan de rechterkant van het gelijkteken staat. Dus ik geef dat een letter. Maar ik weet wel, die lijn gaat door dat punt A. En als ik die x dan vervang door 2 en die i door min 5, dan krijg ik dus uiteindelijk dat punt C. 4 keer 2 is 8, min 3 keer min 5 is 15, dus ik heb C. Nou, dus K staat loodrecht op L en gaat door het punt A en is geschreven in de vorm AX plus BI is C. We gaan naar de volgende bladzijde toe. De afstand van een punt tot een lijn. Dus we hebben nu op de vorige bladzijde berekend hoe je een lijn loodrecht op K kunt opstellen door het punt P. We gaan nu een stapje verder. De afstand van een punt tot een lijn. En heel belangrijk is dan het begrip loodrechte projectie. En ja, dat speelt dus een rol. Dus heb ik een, laten we zeggen, een lijn door P loodrecht op K, dat ik die L noemen, dan krijg ik dus mijn loodrechte
projectie en het punt noem ik dan P-accent. Nou, en P-accent is dan de loodrechte projectie van het punt P, 5,5, op de lijn K. Nou, dan wil je natuurlijk weten, hoe krijg je dan de coördinaten van dat punt P-accent? Want uiteindelijk willen we daar naartoe. Nou, wat we gaan doen is het volgende. Laten we zeggen, L gaat door het punt P en staat loodrecht op K. En dan wil ik, als ik dan aan de slag ga, hè, dus ik ga K gaan gelijkstellen aan lijn L, dan krijg ik dus dat snijpunt en dan heb ik dus die P-accent te pakken. En als ik dan de afstand ga berekenen van P tot K, wat natuurlijk best wel lastig is, daar heb ik voor nodig de afstand van P tot P-accent. En dat is gelijk aan elkaar. Dus kun je de afstand berekenen van P tot P-accent, dan heb je dus de afstand van P tot lijn K. Nou, dan hebben we hier de theorie. En dat heb ik eigenlijk net verteld. Nou, we hebben voorbeeld 2. Bereken exact de afstand van het punt P tot de lijn K. Oké. Nou, laten we zeggen, L die gaat door het punt P en staat loodrecht op K. Nou, dan kan ik van lijn L zeggen, met de theorie van de vorige bladzijde, als het goed is, krijg ik dan, even kijken, 2x min 3i. Ja, maar ik weet niet wat er aan de rechterkant van het gelijkteken moet staan. Maar ik weet wel, die L gaat door P. En van P weet ik dus de x en de y. Dus ik krijg 2 keer 5 en ik krijg min 3 keer 5. En als ik dat uitwerk, dan heb ik 10 min 15. En dat is mijn c. Dus ik weet L. Dus ik heb nodig het snijpunt. Nou, wat ik ga doen is het volgende. Ik ga er een stelsel van maken. Dus ik zet ze onder elkaar. En een handigheidje. Ik ga die bovenste, die ga ik vermenigvuldigen. En die onderste ook. En dan doe ik het dusdanig dat ik ze bij elkaar op kan tellen. En als ik ze bij elkaar optel, dan ben ik van die i af. Nou, 36 plus min 10, 9x plus 4x. Dus ik heb mijn x te pakken. Nou, dan ga ik die x, ga ik in die formule van K zetten, of L, dat moet je natuurlijk zelf weten. Dus ik ga die x ga ik vervangen door 2. Dus 3 keer 2 is 6, breng ik naar de rechterkant. Dan krijg ik 12 min 6. Nou, dan deel ik links en rechts door 2. En dan heb ik i. Dus ik heb mijn p-accent. Maar de afstand is, de vraag is, bereken exact de afstand van P tot K, oftewel de afstand van P tot P-accent. En dat doen we met de stelling van Pythagoras. Dus we doen het verschil in x. Ja. We doen het verschil in y. Dat doen we in het kwadraat. Tellen we bij elkaar op. En we nemen daar de wortel van. En er staat heel duidelijk dat dat exact moet. Dus wij schrijven op de wortel van 13 en we tikken dat niet in op de rekenmachine. Einde video. Tot de volgende keer.